Ja, welkom bij de Wonderwachters bij weer een nieuwe aflevering. En in deze aflevering gaan we terugblikken op het jaar 2015. Ja, naast dat we gaan terug een kleine terugblik gaan doen op het jaar, gaan we ook kijken wat er in 2016 allemaal gaat gebeuren. Het leek ons wel toepasselijk om zo het jaar te beginnen. Ja, 2015. 2015 is toch wel voor mij echt het jaar geweest van de UK-trip die ik samen met Marijn Meijer heb gedaan. En het jaar van de Baron. De Baron is gewoon voor de Nederlandse pretparkfan is dat gewoon het hoogtepunt van het jaar geweest. Oké, jullie trip. Daar zou ik wel meer over willen weten. Oh Kan je daar ja, iets meer over vertellen? we zijn naar Engeland geweest en daar hebben we 3 parken bezocht. Dit waren Blackpool Pleasure Beach, Alton South en Flamingoland. Ik zal je vast vertellen, ga niet naar Flamingoland. Het is absoluut Waardeloos. verspilling van je dag. Ga niet naar Flamingoland, En want je krijgt er spijt van. vooral van je geld. En dan te bedenken dat Flamingoland was voor ons het duurste qua entree. Dus ja, en als je een duur park qua entree hebt, verwacht je ook wel kwaliteit. Maar dat was absoluut niet aanwezig in Nee. Flamingoland. Even ter informatie, een ticket voor Flamingoland kost zo'n 36 pond. En dat is met korting. En in euro ongeveer? 36 pond maal 1,4 ongeveer is genoeg geld. 50 euro. Kom je uit rond de Wat? 50 euro? Holy shit. Ja. 50 euro voor een parkeerplaats met lelijke attracties. Ja, Ja. en dat is nog niet het enige. We staan daar in de rij veel te lang. De capaciteit, er wordt absoluut niet doorgewerkt. Nee, wij stonden bij een boosterbike-attractie die ook in Toverland te vinden is. En Ja, er staan een paar daar stonden we mensen. in de rij en ik had zoiets van, oh, kwartiertje. We hebben er uiteindelijk 1,5 uur gestaan. Dus, Kwartiertje had ook makkelijk haalbaar kunnen zijn als het personeel iets deed. Personeel was dus erg dus lui. ja, Ja. samengevat, negatief reisadvies, niet heen gaan, slechtste park wat ik Maar ooit bezocht heb. daarentegen Blackpool Pleasure Beach en Onthouse waren voor mij ontzettend gave parken. En ik heb in Engeland toch wel toch een ontzettend gave tijd gehad. En zeker voor herhaling vatbaar. Oké, en die parken, wat brachten die voor nieuwe dingen? Een flying coaster. Er, in Alton Towers is de enige flying coaster in Europa. Nou goed, als we kijken naar B&M, dus fatsoenlijke flying coasters. Die ervaring was fenomenaal voor mij. Ja, ontzettend gaaf. Er is absoluut mijn nummer 1 van deze trip geweest. Qua attracties, qua achtbaan, qua alle attracties. Voor de Efteling hoop ik dat de flying coaster een optie wordt in de toekomst. Heeft Absoluut. heel veel potentieel. Absoluut. Maar goed, dat was onze trip. De Baron, het is gewoon een attractie geweest waar iedereen een jaar lang naartoe geleefd heeft. En waar iedereen hoge verwachtingen voor had. En die attractie heeft die verwachtingen ook gewoon waargemaakt voor de meesten. Het was gewoon een attractie waar de Efteling gewoon heel goed heeft laten zien van dit kunnen wij, dit niveau hebben wij. En daar hebben ze toch wel de wereld een beetje mee in een greep gehouden. Over de hele wereld waren er pretparkfans die over de Baron praten. Het heeft gewoon heel veel publiciteit voor de Efteling opgeleverd. Er waren Engelse vloggers, Engelse pretparkfans die speciaal voor de Baron afgelopen jaar voor het eerst naar de Efteling gingen. De Efteling heeft gewoon met de Baron heel veel teweeg gebracht. En een deel van de fascinatie voor de Baron komt denk ik ook wel uit het feit dat dit inderdaad een soort machtsvertoon is van de Efteling en dat het heel veelbelovend is voor de toekomst. Dus ook voor Hartel, wat we over 2 jaar gaan krijgen. 1,5 jaar om precies te zijn. Dus ja, zoals je net zei, Efteling laat hiermee het nieuwe niveau zien eigenlijk. En de trends voor de komende jaren. En dat maakt de Baron mede, naast het feit dat het natuurlijk een fantastische attractie is ook interessant. Maar goed, er zijn meer parken die dit jaar actief zijn geweest. Niet in Europa, niet in zulke grote mate als de Efteling. Maar bijvoorbeeld Toverland, die heeft ook
ja, een nieuwe attractie wil ik het niet noemen. Die heeft een attractie vernieuwd. Een zeer gesluide vernieuwing. Ik heb hem zelf nog niet mogen doen. Maar dat is de bobkartbaan die ze hebben staan. Die hebben ze helemaal omgetoverd in een Oostenrijks thema. En als ik dat zo mag beoordelen van foto's en dergelijke en video's, vind ik dat een heel gesluide uitbreiding. En dat laat Toverland toch ook wel weer zien dat ze toch wel in niveau heel erg gestegen zijn ten opzichte van 10 jaar terug. Ja, wat je ook terecht noemt is eigenlijk een vernieuwde attractie. Hebben jullie de attractie eigenlijk al in het echt gezien? Nee. Okay. Maar wat je wel terecht op noemt is inderdaad een vernieuwde attractie. Maar het is geloof ik wel een nieuwe baan. Ja, klopt. Alleen wel exact hetzelfde. Ja, op één helix aan het einde is de layout exact hetzelfde. Hetzelfde bouwer dus ook? Hetzelfde bouwer, hetzelfde type. Het is voor mij een beetje een gevalletje Speed of Sound. Het is een attractie die er eigenlijk al stond aan als nieuw aanprijzen. Ja, natuurlijk marketingstrategie, ook niks mis mee verder. Maar als je kijkt naar het niveau van thematisering, wat we daar nou zien in Toverland, met een pratende animatronic die dat hert, ja. Natuurlijk een grappig beestje. Uh-huh. En de thematisering met de huisjes en de overkapping, allemaal aangekleed, uh-huh. Past bij het Oostenrijkse thema. Yeah. Ik denk dat Toverland zich heel goed bewust is dat ze dat moeten doen. En dat zullen ze bij komende investeringen ook wel rekening houden. En Toverland heeft natuurlijk ook een fantastisch jaar achter de rug. Ze hebben een groei laten zien van ik geloof 5%. Ze zijn dit jaar gegroeid naar bijna 750 bezoekers. En hiermee hebben ze bijna Walibi Holland ingehaald. Dat is natuurlijk fantastisch nieuws voor Toverland. Ze laten zien dat ze echt aan het groeien zijn naar een volwassen park. Uh-huh. En alleen wat dan weer heel jammer is, dit jaar bestaat Toverland 15 jaar. Alleen vervolgens pakken ze dan niet uit met een jubileumattractie. En dat is heel jammer. Laat Toverland een kans liggen, wat mij betreft. Want juist in een jaar, juist in een jubileumjaar, moet je uitpakken met een nieuwe attractie, vind ik. Nou, ik denk dat het in het huidige Toverland, Dat ze toch die keuze gemaakt hebben om dat niet te doen. En dat ze daar goede redenen voor hebben. En ik denk wel dat Toverland ergens in de komende aantal jaren toch wel weer een grote nieuwe attractie zal. Ja, Toverland heeft gezegd dat ze in 2018 weer gaan uitbreiden. Wat mij betreft eigenlijk wel een beetje laat is. Want natuurlijk, Magische Vallei is een enorme investering geweest. En Toverland is daar ontzettend mee gegroeid. En ze profiteren nog steeds van de groei van Magische Vallei. Maar het probleem bij Toverland is, ze willen altijd investeren in een nieuw themagebied. En in mijn gedachten is dat helemaal niet nodig. Je kunt bijvoorbeeld ook een uitbreiding doen van de Magische Vallei of gewoon een losse attractie. En daar later omheen een themagebied te bouwen. Ja, inderdaad, investeren in losse attracties. Want en daarmee kun je investering veel meer spreiden en daardoor denk ik ook een grotere groei hebben. Ja, wat voor rides zou Toverland nog nodig hebben? Wat Toverland nodig heeft is een trill. Dat is echt iets wat Toverland nodig heeft. En Troy? Vind je Troy geen trill? Troy vind ik een familieachtbaan. Familieachtbaan? Het is geen echte trill. Aan een trill denk ik toch al heel gauw aan een inversiecoaster. En dat mist Toverland heel erg, vind ik. Oké, ik snap waar je in wil. Toverland gaat daar denk ik wel mee beginnen. Maar je moet onthouden dat Toverland op dit moment nog niet een heel groot park is. En je kunt ook nog niet heel veel verwachten van Toverland. Op bijvoorbeeld het niveau dat de Efteling uitpakt. Toverland is zelfs binnen Nederland niet heel bekend. Ik denk dat dat is ook nog een beetje het probleem van Toverland. Ze moeten nog een grote naamsbekendheid ophalen. Maar Toverland zit nou dus bijna aan 1 miljoen bezoekers. Dan zitten ze nog maar zo'n 250 bezoekers vanaf. Ik denk dat het dan toch onderuit toch wel tijd wordt om meer te groeien. Hetzelfde probleem zie ik ook een beetje bij Plopsaland ontstaan. Die zitten over 1 miljoen bezoekers per jaar. En toch flikken ze toch steeds weer om te investeren in attracties met een lage capaciteit. Heidi die Ruit, die dit jaar opent, heeft maar een capaciteit van 600 personen per uur.
En ik hoor het ook van veel mensen dat je in de zomer echt niet in Plopsaland wil komen. Omdat het gewoon, de attracties die in Plopsaland staan, hebben gewoon een lage capaciteit. En als park die over de 1 miljoen bezoekers per jaar trekt, moet je toch wel gaan denken aan attracties met een hogere capaciteit dan 600 personen per uur. Ik heb wel vertrouwen in Toverland hoor in de toekomst en dat ze daar ook op gaan letten. Ja. Oké, ik wou wel even een klein vraag stellen. Welk park van Plopsaland trekt die 1 miljoen bezoekers dan? Of? De Pannen. De Pannen, oké. Okay. Ja. Oké, waar wou je zeggen? Nou goed, we hebben nog enige andere dingen terug te blikken. Gardaland. 2015, ja, Gardaland natuurlijk op Living Black Hole. Nou, prima coastertje toch? Ik ben de enige van ons drie die hem gedaan heeft. Ik kan je in ieder geval zeggen dat ik de Baron zowel qua thematisatie als rit een stuk sterker vond. Ik vond de Oblivion Black Hole vond ik een typisch voorbeeld van de nieuwe generatie B&M. De nieuwe generatie B&M zijn toch meer... B&M zijn altijd al heel smooth baan geweest. En de nieuwe generatie B&M heeft over het algemeen hele grote elementen, waardoor de krachten in de baan toch wat beperkt blijven. En dat was bij Oblivion Black Hole ook het geval. Ik ben blij dat wat dat betreft de Baron een stuk meer krachten heeft. En ook bijvoorbeeld de rol in de Baron is bijvoorbeeld veel krachtiger als de rol die je hebt in Oblivion Black Hole. Dus wat in alle opzichten vind ik de Baron geslaagder als de Oblivion Black Hole. Maar Oblivion Black Hole is absoluut geen verkeerde baan. En ik denk dat het ook gewoon... voldoet aan de verwachtingen van de bezoeker daar. Ja, verder niks interessants over te zeggen, denk ik. Nee, en in 2015 hebben we hiermee wel gehad, denk ik. Veel meer is er in 2015 niet echt gebeurd. Ja, ik wil nog even noemen dat Disneyland 60-jarig jubileum heeft gevierd. Absoluut, dat is ook nog een belangrijk punt. En 2015 is ook voor Merlin een wat minder jaar geweest. Merlin heeft natuurlijk het ongeluk met de Smiler in Oldenhuis gehad. Dat heeft gezorgd voor een enorme krimp in bezoekersaantallen. Ja, dat doet de park niet. Ik en Marijn hebben dat ook ontzettend gemerkt van de zomer in Oldenhuis. Ja, dan liep niemand. Helaas konden we de Smiler dus ook niet doen. Nee, de Smiler hebben we niet kunnen doen. Alleen hiermee kunnen we meteen een overstap maken naar 2016. Ik denk dat het wel weer een goed jaar gaat worden voor Old Towers. Veel mensen zijn toch een beetje over het Smiler Thing heen. Zo gaat dat met dat soort dingen. En, mensen vergeten het weer. Ja. En Old Towers heeft ervoor gekozen om in 2016 R te rebranden. Op zich is met een rebranding niks mis. Alleen deze rebranding ben ik wel een beetje op tegen. Ze gaan namelijk... van R gaan ze een VR-coaster maken. Dat houdt in dat je een virtual reality bril opkrijgt tijdens de rit. En van de ene kant heb ik zoiets van... Een flying coaster is daar best geschikt voor. Ik denk dat het wel wat toe kan voegen. Maar van de andere kant heb ik weer zoiets van... Een flying coaster is zo'n ervaring op zich... Dat daar niks verder niet veel bij hoeft. Nee, eigenlijk juist door die bril op te zetten ga je je gevoel verliezen dat je aan het vliegen bent. Dat denk ik niet zozeer, maar de interactie met de personen die niet in de attractie en de omgeving van de attractie, die gaat gewoon totaal verloren met zo'n bril. Ik denk dat het realisme verloren gaat, dat is het probleem. Ja. Je ziet niet meer de mensen onder je en het feit dat je echt aan het vliegen bent. Je ziet... Misschien sterren en planeten en alles. Maar je weet dat je weet gewoon al dat dat niet echt kan zijn. Ja. En daarom is het realisme weg en dat is heel erg jammer. Ja, en wat ik tevens ook heel erg jammer vind aan deze rebranding is dat ze van de naam R afstappen. En dat ze dan naar een naam toe gaan, Galactica. Ik vind dat persoonlijk een veel minder sterke naam als de naam R. Zeker. Ja, en met die virtual reality zit... Ja, ik vind zoiets meer voor een simulator dan voor een absoluut. Achtbaan. Ja, absoluut. Of een achtbaan in het donker. Bijvoorbeeld Vogelrok zou het prima kunnen passen, denk ik.
Omdat je daar, dat zie je nu op het moment niet zoveel. En ik denk dat met een VR-bril kun je met een relatief laag budget toch heel veel voor elkaar krijgen in zo'n donkere achtbaan. Dus ik denk dat het bij Vogelrok of een Temple of the Nighthawk zou het geen verkeerde investering zijn, denk ik. Het zal nog donkerder blijven ook, hè? Want de foto's gaan eruit. Ja. Ja, die zijn er al uit, hè? Die balie is dicht en de foto's werken niet meer. Wat daarvoor terugkomt is toekomst. Hopelijk een mooi stukje thema. Ik heb persoonlijk toch nog hoop dat de foto's wel blijven, alleen dan in de vorm van een personeelsloze... Zelfbediening. Precies. Dat zie je in veel markten al tegenwoordig, dat er gewoon automaten staan. Waar je jouw foto kunt selecteren naar jou toe kunt laten sturen. Dat is sowieso iets wat ik bij de nieuwe systemen van de Efteling mis. De Efteling is van Makkiefoto naar Picosol gegaan. En daardoor is de mogelijkheid om de foto online te bekijken, is daarmee weggegaan. En dat is iets wat ik heel jammer vind. Ja. Want juist in deze moderne tijd zit men niet meer te wachten op een hoesje waar een foto in zit. Men wil de foto die ze in een attractie gemaakt hebben, wil men meteen op social media kunnen delen. En dat kan op het moment dat zo'n optie niet aangeboden wordt, kan dat niet. Okay. En daar ben ik het mee. Zet een Efteling een misstap, vind ik. Dan moet de Efteling aanwerken, ja. Ja, misschien ben ik dan wel ouderwets, maar ik vind zo'n foto hebben toch nog wel iets... Ja, ik vind het ook wat persoonlijker. Foto's blijven ook wel verkopen, hoor. Maar die extra optie van die online social media is echt geen verkeerde stap. Nee, zeker niet. Dus we zullen zien wat er met Vogelrok gebeurt. Nee. Maar goed, 2016... 2016 gaat toch wel voor Walibi een groot jaar worden, denk ik. Ja. Want na jaren opent eindelijk een nieuwe achtbaan in Walibi Holland. Lost Gravity. Lost Gravity, inderdaad. Sinds de komst van Goliath is er in Walibi Holland geen achtbaan meer geopend. Dus het werd hoog tijd dat Walibi terugging naar Roots en weer eens een achtbaan ging openen. Want... Zonder de trailcoasters zou Walibi Holland niks zijn. Ik ben wel heel benieuwd naar het thematisatieniveau van Lost Gravity. Als we nou kijken naar Express, waar de rebranding is geweest met het nieuwe thema, met de metro en zo. Dan denk ik dat sowieso Lost Gravity biedt echt een mogelijkheid om te thematiseren. Een leuk thema. Ja. Je kunt heel veel. Dus ik hoop echt dat ze daar gebruik van maken. In mij ontstaat wel de vraag, is het echt nodig met het publiek wat je naar Walibi Holland wil halen? Zijn die daar echt geïnteresseerd in of willen die alleen maar een achtbaan? En daar zit misschien de directie een beetje over te twijfelen. Ja. En daarom hoop ik alsnog dat het wel het geval is. Maar goed, we gaan de achtbaan... We gaan natuurlijk Walibi bezoeken en dan gaan we de achtbaan doen. Natuurlijk gaan we die achtbaan doen. Ja, wat jij zegt, inderdaad, het publiek wat Walibi op het moment trekt is niet echt gericht op thematisatie. Maar ik denk juist doordat Walibi Holland thematisatie aan haar attracties toe gaat voegen, dat ze daardoor juist een breder publiek kunnen krijgen. Dus daardoor toch meer publiek naar een park kunnen trekken. Dat is misschien en dat is toch wel iets wat Walibi nodig heeft, want... Walibi Holland zakt de laatste jaren ontzettend in bezoekersaantallen. En die moeten gewoon weer omhoog gekrikt worden. En ik denk dat thematisatie en nieuwe attracties daar toch wel de weg naartoe is. Ja, een voor geteamde attractie die ze daar hebben is volgens mij Merlin's Castle. Die echt goed gethematiseerd is. En Express dan, ja. Het gebied rondom Robin Hood en alles... is het toch wel het best gethematiseerde gebied van Walibi Holland op het moment. Okay. Ja. En Robin Hood zelf heeft ook een redelijk station. Het is geen topniveau thematisatie, maar er is iets gedaan aan aankleding. En wat je al zegt, Merlin Magic Castle, dat is eigenlijk de enige indoor attractie op... eigenlijk een van de twee indoor attracties die Walibi Holland heeft. Maar die is toch wel... Ja, dat is toch wel een niveau waar je... Wat in Nederland wel gemiddeld is, denk ik. En wat in de themaparkwereld toch ook wel gemiddeld is. Ik bedoel, er zijn slechtere thematisaties, maar er zijn ook veel betere. Dus dat heft elkaar een beetje op. Dus ik denk dat het wel
Verder zijn er ook nog een aantal discussies over wat voor achtbaan Lost Gravity nou precies is. Want we hebben heel weinig informatie gekregen. Ja. Komen er spinningkarretjes? Is het misschien een wingcoaster? Ik denk dat je een wingcoaster sowieso wel kan uitsluiten als je gaat kijken de afstand tussen track en support. Ja, klopt. En de grond volgens mij. Foto's hoeven niet altijd de realiteit goed te laten zien. Nee, dat klopt. Maar ook ik denk persoonlijk dat we vier naast elkaar krijgen of een spinningcoaster. Dus vergelijkbaar met gewoon een spinningcoaster of een Gerstlauer Eurofighter, alleen dan van Mack. Dus een spinningcoaster met inversies. Ja, dat is toch nog steeds... Vrij uniek dus. Dat is ontzettend uniek. Er is op de wereld maar één achtbaan meer die een inversie heeft en die staat in Tokio. Dus daar heeft niemand kent dat concept hier. Oh. Ja. Dus we gaan ook kijken wat dat wordt. De achtbaan zal snel last zijn. Dus, Nog meer vooruitblikken hebben we. Fantasieland trekt toch wel hoge ogen in 2016. Ze zijn bezig met een enorm nieuw themagebied. Ze hebben een dark ride Silvermine hebben ze gesloopt. En dat was een flinke dark ride. En daar zijn ze nu een multi-launch coaster aan neerzetten. En een family boomerang. Dus ik vind het er zelf ontzettend gaaf uitzien. Het komt in het mystery themagebied komt het te staan. Onder een nieuwe naam toch, hè? Kloegheim. Kloegheim, ja. Dus het is een subthemagebiedje, zeg eigenlijk, maar. Ja, net als dat Wuzetown in het fantasy themagebied een subthemagebiedje is. Eigenlijk wel. En ik denk wel dat het ontzettend gaaf gaat worden. Maar zo is die Taron, hè? Ja, Taron en gewoon het hele gebied eromheen. En, als je die in het begin was het ontzettend veel rots. En dat is het nog steeds wel, maar... ze zijn op het moment mee bezig om allemaal huisjes en planten en dergelijke tussen die rotsen allemaal neer te zetten. Dus er komt toch uiteindelijk heel wat variatie in. En ik denk dat het ontzettend gaaf waar wordt. Ja, dat moet mijn deugd dat daar wat meer afwisseling in gaat komen. Want daar was ik toch wel echt bang voor. Jij bent nogal sceptisch. Ja, dat klopt. Ik vond van het rotswerk wat ik gezien had, werd ik niet heel vrolijk. Maar... Ik wel. Eigenlijk. Ik vond, het is een rotstijl die je niet veel ziet. Ze hebben hier gekozen voor basaltrotsen. En die zie je toch niet veel in de pretpark, basaltrotsen. Ook al zijn we natuurlijk wel in rotsland eigenlijk, Fantasieland. Je ziet overal rotsen. Het geeft toch weer een... Nou zijn het hele grijze rotsen dan. Ja, het zijn toch weer de andere rotsen eigenlijk. Ja, over het algemeen zagen we rode rotsen in Fantasieland. Dus dit is toch wel een afwisseling op het rotsaanbod wat Fantasieland biedt. Intamin zet zichzelf wel echt weer opnieuw op elkaar met de bouw van deze achtbaan. Want moet je nou toch eens kijken naar die bochten en dat. Gewoon twee launches die... Ja, ik denk dat Intamin toch de laatste jaren wel een krimp heeft gehad. Je zag ontzettend veel Mack Megacoasters uit de grond gestampt worden. Dit is eigenlijk... En dit is eigenlijk... In jaren een van de grote banen die Intamin aflevert. Dit is eigenlijk een Mack Megacoaster, maar dan van Intamin. Ja, en wat ik ook gehoord heb is dat Intamin bij deze baan een nieuw lanceringssysteem gebruikt. Ja. Dus ik ben heel erg benieuwd wat het allemaal gaat brengen. En ik denk sowieso dat er bakken met airtime in die baan zullen zitten. Kijkend naar de baan denk ik wel dat dit een top 10 achtbaan wordt. Ja. En hopelijk kan dat andere park wel inspireren om weer opnieuw die keuze te maken voor Intamin. Nou, ik denk zeker wel dat Merlin hier van onder de indruk gaat zijn. En dat Merlin toch wel gaat denken van, zullen we toch maar weer in samenwerking gaan met Intamin. Maar dat wil niet zeggen dat er geen B&M's meer zullen komen te staan in Merlin Park. Ik denk zeker dat Merlin nog zat B&M's gaat bouwen. Ik verwacht zelfs dat er in 2016 voor 2017 een dive coaster voor Thor Park gaat aangekondigd worden. Want dat is toch wel een trend die je de laatste jaren ziet. Er wordt eerst een windcoaster gebouwd. En daarna heeft Merlin zoiets van, laten we dan ook maar een dive coaster neerzetten. Dat hebben ze in Gouderland zo gedaan. In Heidepark hebben ze het andersom gedaan. Daar hebben ze eerst een divecoaster neergezet. En daarna een windcoaster.
En Windcoaster hebben ze in Torpark al. Dus om het rijtje compleet te maken, hebben ze daar nog een divecoaster nodig. Ja, en dit zal waarschijnlijk dan een divecoaster worden met inversies. Ja, ik verwacht. Net als de Bron en Oblivion Black Hole met twee inversies. Eigenlijk eentje die Oblivion kan overtreffen om toch even weer met iets nieuws te komen. Ja, absoluut. Ja. Oké, ja, trouwens. Eigenlijk gepland voor opening dit jaar, maar uitgesteld tot volgend jaar, is een ander project van Intamin in Spanje. PortAventura wordt momenteel gewerkt aan de snelste en hoogste achtbaan van Europa. Ja, zowel Intamin als PortAventura houden van records. Want als deze baan er staat, staan de twee hoogste en de drie snelste achtbanen van Europa in hetzelfde park, namelijk PortAventura. In hetzelfde resort, want Ferrari Land is bevestigd dat het een apart park zal worden. Dat het een second gate wordt. Ja, oké. Ja, wat verder in Europa in 2016, is er niet zo heel veel. In Nederland krijgen we eindelijk ook weer eens een uitbreiding voor Downrail. Downrail pakt dit jaar uit met een vernieuwing voor het Tiekenpad. Al ben ik daar nog iets wat sceptisch over, omdat afgelopen maand hebben ze daar concept arts voor gepresenteerd. En het zag er over het algemeen wel goed uit. Alleen het zag er wel een beetje uit als opplakken op de huidige infrastructuur. Waar niks mis mee is, mits het goed uitgevoerd wordt. Ik ben er wel zeer positief over dat eindelijk het Tiekenpad aangepakt wordt. Want als je het Tiekenpad instapt, dan ga je toch wel een beetje terug naar 2001. En dat is, Tiekenpad loopt gewoon ontzettend achter op andere zwembaden in Nederland en België. Ik denk dat deel daar al eigenlijk achterloopt, maar nee, er komt een nieuwe attractie ook en dat is een vliegtuigjesmode. Ja, een Gerstlauer Skyfly wordt er gebouwd. Gerstlauer Skyfly, zoals dat officieel heet. Luc en ik hebben deze al mogen proberen in Blackpool Pleasure Beach afgelopen jaar. Ik ben er heel enthousiast over. Maar ik denk niet dat... die dingen werken op vleugeltjes. Je moet je vleugeltjes bewegen. En op die manier, als het lukt, kun je over de kop blijven wentelen. Echter, als je kijkt naar een rit. Er zijn 12 vliegtuigjes. En elke rit is er maar 1 of 2 personen die het ook echt lukt om die vliegtuigjes tot wenteling te brengen. En ik denk dat ermee eigenlijk... de waarde van de attractie weg is voor de mensen die het niet lukt. Ik vind het heel leuk. Mij lukte het ook. Maar ik weet niet of dit voor het grote publiek leuk gaat zijn. Nou, ik denk toch dat het een attractie is die in Downrail goed in de smaak gaat vallen. Het is een hele interactieve attractie. En dat is toch wel iets wat mensen de laatste jaren in pretparken zoeken. Ik denk zeker dat het aan gaat slaan in Downrail. En het is toch ook wel een attractie die aansluit bij het huidige aanbod van Downrail. Want Downrail heeft toch al wel een aantal trail flat rides staan. En dit is ook wel een attractie die, zoals jij zegt, als het lukt, zoals het bedoeld is, behoorlijk trail heeft. Ja. Maar dan nog. Ik geef toch niet zoveel om Downrail. Er zijn 3 parken waar ik nooit meer heen ga. Flamingoland, Slagharen en Downrail. Dus, Slagharen heb je echt afgeschreven. Maar Bobby Aanland schrijft hij erboven. Dat kan toch niet? Bobby Aanland heeft naar mijn mening echt veel minder sfeer. Maar... nou, ik moet zeggen, alle 2 van de 3 parken die Marijn net heeft genoemd. Downrail en Slagharen vind ik zelf ontzettend leuke parkjes. Ik moet zeggen dat ik zelf ook meer... Ik kan de kleine parkjes kan ik heel goed waarderen. Ik hou wel van het knussen en het iets wat kneuterige wat die parken hebben. Dat is ieder voor zich natuurlijk. Je hebt mensen die ook gewoon, die gewoon voor het grote geweld gaan. Zoals ik, ja, dat klopt. Oké. Nog meer toevoegingen aan 2016? Ik wil nog even een opmerking maken. Niet helemaal pretpark, maar in 2016 opent MSU eigenlijk op de nieuwe locatie, de Wildlands. Wat is dat precies? Dat ken ik niet. Nou, de dierentuin van Emmen heeft alle dieren nou weet ik het, naar een nieuwe locatie. Nee, daar zijn ze echt mee bezig. Ja, goed, ze zijn er al momenteel mee bezig.
En dit is vrij veelbelovend, aangezien alles helemaal gethematiseerd is, naar mijn mening. En er ook pretparkattracties komen, zoals een bewegingssimulator. En ik denk dat het wel een soort pretparkachtige ervaring gaat geven om het park te bezoeken. Dus ja, hier ben ik zeer positief over. Ja, Wildlands vind ik over... Van de ene kant vind ik Wildlands heel veelbelovend. Maar van de andere kant ben ik er ook vrij kritisch op. Ze zijn nu aan het bouwen. En ik merk gewoon aan het park dat... op een of andere manier mist het gewoon detail. Als ik kijk naar de rotspartijen, die zijn heel groots en dergelijke. Maar er zit vrij weinig detail in. En zeker nu ook de dieren in de verblijven komen langzaam. Zie je ook dat alles heel groots is. En dat de dieren een beetje wegvallen in de verblijven. En dat vind ik heel jammer. Want uiteindelijk draait het park toch nog om de dieren. En als die wegvallen in het verblijven en dat je echt... heel hard moet zoeken naar de dieren, dat ja, vind ik niet helemaal... Maar gaan ze het dan niet een beetje aanpakken zoals Safari Park dat doet? Want dan kom je wel heel erg in contact met de dieren namelijk. Ze gooien het over een heel ander boek. Ze willen inderdaad, zoals Marijn het zegt, willen ze een pretpark ervaring bieden in een dierentuin. Mm. Het concept is heel gaaf en in Duitsland heeft het zichzelf ook al bewezen. Maar ik vind... zoals het in Emmo aangelegd wordt, vind ik het een beetje te gemaakt. Ogen naar mijn mening. Het kan komen omdat er in de buitengebieden nog heel weinig groen aanwezig is. Maar als je bijvoorbeeld naar het pinguïnverblijf gaat kijken, daar kun je gewoon heel duidelijk zien waar dat er gepland is waar de rotspartijen moesten komen. Ik denk dat Emmo een voorbeeld moet nemen aan de Belgische dierentuin Paradisa. De mooiste dierentuin die ik ken, omdat ze daar wel veel detail hebben. Heel natuurlijk, de dieren staan wel centraal. Maar alsnog is het gewoon een prachtig park om doorheen te lopen. En ik denk dat Emma daar naartoe moet. Trouwens, persoonlijk denk ik dat het geschatte aantal bezoekers van 1,5 miljoen een beetje te ambitieus is. Ik denk niet dat ze dat gaan halen. Maar als ze verbeteringen doorvoeren en kijken naar de geleerde lessen, denk ik dat dit project al toekomst heeft. Oh ja, het heeft zeker wel toekomst. Alleen, maar ze moeten heel kritisch zijn op zichzelf. Ze moeten heel kritisch zijn en ik vind de intreeprijs die op het moment gevraagd wordt, vind ik gewoon echt te veel. Als een dierentuin al een intreeprijs gaat vragen van €25, ga ik al twijfelen. Maar Wildlands vraagt een intreeprijs van €32. En dat vind ik voor een dierentuin vind ik dat persoonlijk gewoon te veel. Ja. Zelfs met korting zou je dan nog zo'n €20 moeten betalen. En dat vind ik gewoon heel erg kiele. Ik probeer altijd parken met korting te bezoeken. Ik betaal bijna nooit de volle pond. En net als een Beekse Bergen, die kan ik met korting gewoon voor €12 bezoeken. Ja, dat vind ik gewoon een mooie prijs voor een dierentuin. Zeker een dierentuin als de Beekse Bergen. De Beekse Bergen vind ik, is persoonlijk voor mij een van de mooiste dierentuinen waar ik ooit geweest ben. Als Emma dan concurrentie krijgt van dat soort mooie dierentuinen die dat soort prijzen hebben, denk ik dat ze iets te hoog met hun prijs zitten. Dus dan ja, ze mogen wel een iets meer bescheiden prijs vragen. En omdat Emma niet zo ver van de Duitse grens is, denk ik ook dat ze van de Duitse dierentuinen heel veel concurrentie gaan krijgen. En Duitse dierentuinen, die staan er een beetje onbekend dat ze een vrij lage inkomprijs hebben. Bijvoorbeeld Zoom en Lebelinsweld, dat is een dierentuin vergelijkbaar met Wildlands. Die heeft bijvoorbeeld maar een intreeprijs van €12,50. Het is gewoon geen geld voor zo'n dierentuin die zo'n goede beleving biedt. En Wildlands Zoo is niet de enige dierentuin die naar zo'n beleving toe werkt. Ik bedoel, Diergaarde Blijdorp is de laatste jaren ontzettend veel mee bezig om de dierentuin een totaalbeleving te geven. En ook Safari Park Beekse Bergen werkt hier naartoe. Dus ik denk dat de Wildlands gewoon veel te hoog schat. Profilering speelt daarbij ook een rol. Hè? Wildlands zet zichzelf echt neer als unieke soort van pretparkachtige ervaring. Blijdorp en Beekse Bergen niet, heb ik het idee. Nee, maar
Beide zijn toch wel bezig om het park en educatiever te maken, maar ook een stuk interactiever. En ik denk dat ze daarmee toch wel een grote concurrentiepost zijn voor Wildlands. Oké, okay, nou, we zullen zien wat Wildlands gaat doen. Maar aangezien we toch weer op de 35 minuten zitten, denk ik dat het tijd is om de aflevering af te gaan sluiten. Nou ja, ja. Zijn er nog meer dingen die we... Ja, nou, in Europa niet echt, maar ik vind toch wel dat er aankomend jaar in buiten Europa toch ontzettend gave dingen gaan gebeuren. Vooral in Azië staan er ontzettend veel dingen te gebeuren. In Azië opent aankomend jaar in juni om precies te zijn Shanghai Disneyland. Toch wel weer een nieuw resort van Disney en het derde resort van Disney in dit werelddeel. Het is toch wel een opening waar ik ontzettend naar uitkijk en het is ook wel een puntje op mijn pretpark bucketlist erbij. Als ik de werken die er tot nu toe staan bekijk, ziet er ontzettend gaaf uit. Het zijn de bekende Disney attracties, maar ook een aantal nieuwe. Maar alles is ontzettend veel verbeterd en aangepast aan de technieken waar men nu over beschikt. En dat vind ik een hele positieve ontwikkeling. En ik denk ook zeker dat Shanghai Disneyland een pareltje gaat worden. Ja, okay. Daar ben ik mee eens. Verder weet ik er niet heel veel over. Maar ik denk dat ik gaandeweg veel te weten zal komen. Ja, dat park gaat wel op jouw lijst staan. Oh ja, dat zeker wel. Disney fan. Tuurlijk wel. Goed, dan gaan wij deze aflevering afsluiten, denk ik. Ja. Ja? Oké, dan hoor je nog van ons. Kijk even op onze Facebookpagina, volg ons op Twitter. En natuurlijk zijn wij te zien op YouTube. Houdoe! Houdoe.